Het is weer woensdagmiddag, 4 uur, dus het is weer tijd voor de Q&A. En deze keer hebben we best wel een hele belangrijke, een hele intense ook. Maurice en ik die waren in Antwerpen, waar de 7e aflevering van Tegenwind.tv werd getoond. Maurice, hoe vond je dit in Antwerpen? Ja, het was heel bijzonder. Nou, er was zoveel belangstelling, zowel 's middags als 's avonds mensen waren. In totaal ook 1600 mensen. Ook vaak in de zaal met tranen in mijn ogen, omdat het een soort saamhorigheid was van mensen in deze strijd allemaal eigenlijk een gevoel van eenzaamheid kennen. Die een positie innemen van hun omgeving en van de media zich eigenlijk tegen afkeert. Mm. En door met elkaar te zijn en door die 6 mensen, waaronder al te laten vertellen, en ons groepsgesprek, merkte je hoe groot de behoefte was om bij elkaar te zijn, maar ook om de behoefte om met elkaar te communiceren. Er bleven honderden mensen bleven echt gewoon daar staan en praten. En wat ik in ieder geval ervaren heb, is dat iedereen echt gewoon blij was om mensen van dezelfde, dat ze denken van, ik ben niet gek, weet je wel. Het was een hele verbroederende sfeer. Er was wel saamhorigheid, maar de argumenten van mensen, dat was een grote schakering van argumenten. Doordat ik al die mensen zag en sprak, zag ik hoe gedifferentieerd die groep was. En dat een groep was met allemaal verschillende achtergrond, met verschillende motieven om de rol te spelen of de keuzes te maken die zij maken. Wat me dan opvalt, de laatste paar dagen helemaal. Ik las in de Volkskrant een column van een van die columnisten, die ook zoiets van, ja, laten die wappies, die is toch niet lullen laten vaccineren als ze in het ziekenhuis komen, maar zelf hun kosten betalen, weet je wel. Ja, onze Ab Osterhaus, die zegt eigenlijk, alle ongevaccineerden op een eiland zou eigenlijk het beste zijn. Maar het alle mensen over een kam scheren die niet de opvatting heeft die jij hebt. Namelijk die mensen die dat doen, hebben de opvatting, ik laat me vaccineren, want dat is de redding. En door mij te vaccineren bescherm ik mezelf. En ieder ander die opvatting niet heeft, die verfoei ik. Dat is eigenlijk het punt. Mm. Ik heb altijd in mijn leven gevonden dat ik moet starten met respect voor opvattingen van andere mensen. Kijk, als je naar 3G kijkt, principieel is er geen heb ik geen fundamentele bezwaren, los van het werk niet, want iedereen, afhankelijk van welke keus die gemaakt heeft, kan er altijd in. Ja, dan moet een bepaalde groep zich testen en als je dan negatief bent, dan mag je erin. Dat is een discussie die je kan voeren, maar 2G zegt gewoon, jij bent niet gevaccineerd, dus jij komt hier niet meer in. Punt. Ja. En de manier waarop het gedaan wordt, de manier waarop mensen dat zomaar zeggen, dat doen ze door niet na te denken over welke mensen hebben ze het, wat voor verscheidenheid van mensen het is. Of een desdochter, zo moet ik het zeggen. Des was een medicijn heel lang geleden. 20 jaar later bleek dat des problemen gaf aan de wat dochters van die desmoeders die onvruchtbaar zijn geraakt. Deze vrouw is zo eentje, kan geen kinderen krijgen. En heeft door die ervaring, ja, neemt ze geen medicijnen en geen vaccinaties. Nou, dat kan je helemaal begrijpen met zo'n geschiedenis. Als we 2G gaan invoeren, dan zeg je tegen deze mensen, fuck you. Wat je argument ook is, interesseert me niet. Je vaccineert je maar en anders sluiten we je buiten. Mm-hmm. Ja. En zo zie je bijvoorbeeld de volgende. Ik heb ook regelmatig mensen die zeggen, een familielid, een goede kennis, mijn oom, tante heeft zich laten vaccineren, kort daarna plotseling overleden. Nou, dan is het meestal zo dat mensen, dat als je dan deskundigen, ja, wie zegt dat het er daardoor komt? Nou, er zijn te veel voorbeelden inmiddels voor om te zeggen, het kan zeker niet door het vaccineren gekomen zijn. Die mensen, die zijn panisch over vaccineren. Nou, als je naar de cijfers kijkt voor jonge mannen, hè, dat hartklachten, er zijn echt duidelijke cijfers. En, dat
En dan gaat het nog steeds om niet grote aantallen. Ook 1 op de 3000 mannen tussen 12 en 20 die hartklachten krijgen. En dat kan best zijn, een deel ervan maar kort. Hartklachten krijgen van een vaccin. Waarvan de risico's voor die mensen als ze COVID krijgen kleiner zijn dan die hartklachten. Wie ben ik of wie is de Tweede Kamer om tegen die mensen te zeggen, jij moet je laten vaccineren. Ja. En dan, dit is een mountainbiker die ernstige klachten heeft gekregen. Maar een geweldig interessant en boeiend gesprek had met John Campbell. En ook helemaal niet tegen vaccineren is. Maar wel vertelt ja, dat hij behoorlijk wat mensen krijgt die schade heeft opgelopen. En maar die niet netjes worden behandeld. Nou, die is dus met een hele groep naar Washington gegaan. En dan gaan ze praten begin november. Hoe was het nou in Washington? Nou, toen kwamen ze in een hearingzaal. En er was gewoon niemand die wilde luisteren. Even los van de data-aspecten van waarom 2G en 3G trouwens een heel verkeerd idee is. Het is ook zo principieel, staat het zo ver van de basisprincipes van onze samenleving. En toen heb ik een referentie gemaakt, omdat ik dat uit eigen ervaring weet. Mijn ouders hebben dat zij zelf meegemaakt hadden, dat zij ergens niet in mochten. Namelijk in de Tweede Wereldoorlog mochten ze het theater en de bioscoop niet in. En wat hen zo trof, dat zij opmerkten dat ja, vanaf het moment dat we er niet in mochten, iedereen ging, alleen wij mochten niet meer. En het leek bijna niemand iets te doen dat wij niet meer mochten. Nou, mensen zeiden, ja, ik heb vergelijkingen gemaakt met de Holocaust, wat ik echt onzin vind. Want de Holocaust was de massamoord op Joden. Nogmaals, vergelijken met de Joden, de ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden, vind ik ongepast. Maar ik vind dat ik het recht heb om juist die persoonlijke ervaring van mijn ouders, hoe erg ze het vonden, dat de anderen gewoon naar binnen bleven gaan. En er werd er gezegd, ja, maar ongevaccineerden, Joden hadden niet de vrijheid om een andere religie aan te gaan. Ongevaccineerden hebben wel de vrijheid om zich te laten vaccineren. Nou, dan komen we net terug op die eerste argumenten. Er zijn een hele rits argumenten waar ik niet over ga bepalen. En ik vind ook politici niet over kunnen bepalen of dat valide argumenten zijn. Dat vonden ook een heleboel, mensen. Ik zag het ook echt gewoon, vandaag in de Tweede Kamer was er ook een intensieve discussie. En eigenlijk, tot mijn verbazing, was mijn politieke partij, D66, Jan Paternotte, die zat eigenlijk ook op die lijn dat 2G gewoon, dat eigenlijk moest kunnen. En ik was eigenlijk helemaal verbaasd dat die grondrechten die mensen hebben, wat ook al enorm vaak is beloofd. Hè? Er is al enorm vaak beloofd van jongens, we gaan absoluut niet vaccinatie verplicht maken. Hoe vaak is dat al niet gewoon beloofd door Hugo de Jonge? Ja, wat ze dan zeggen is, we maken het toch niet verplicht? Nou, en ja, ik vind het stuitend, de opstelling van D66 op dat punt. Nog los van data, maar daar komen we direct op. Trouwens, ook de PvdA vind ik ook op dat punt. Het is Atje Kuiken en Jan Paternotte is de vaccinatiebrigade of zo, zijn ze met z'n tweeën. Waarom zou 2G überhaupt niet werken? 3G heeft het probleem dat ben je negatief getest, dan is de kans dat je positief bent klein. Als het zo zou zijn, en jammer genoeg is dat niet zo, dat de vaccinatie ervoor zorgt dat je niet besmet kan worden en anderen niet kan besmetten, dan kan je zeggen, oké, we hebben 3G en alle mensen die aanwezig zijn kunnen anderen niet besmetten en dus kan men ook niet besmet worden. Dan kan je zeggen, dat creëert een veilige plek waar niemand van de aanwezigen het risico loopt om besmet te raken. Ja. Wat heb je inmiddels? Enerzijds blijkt een steeds groter aantal gevaccineerden wel besmet te kunnen worden en anderen te kunnen besmetten. Met name hoe langer geleden de vaccinatie was. En het tweede punt, alleen dat wordt in Nederland onder tafel gewerkt, dat ook ouderen die besmet raken, die wel gevaccineerd waren, toch in de ziekenhuizen komen. En dat betekent dus dat mensen die bij 3G naar binnen gaan, en zeker als je ouder bent en langer geleden gevaccineerd, denken dat ze in een veilige omgeving zijn gekomen. Ja. Maar ze kunnen nog besmet worden en ze kunnen het ziekenhuis komen. Weliswaar met wat kleinere kans, maar ze kunnen het ziekenhuis komen. Wat hebben ze nu geroepen van 2G? Nou ja, inderdaad moeten we langzamerhand erkennen dat ook gevaccineerden anderen kunnen besmetten. Maar door
2G te doen, houden de ongevaccineerden buiten de deur, zodat ze niet meer besmet kunnen worden door de gevaccineerden, want die ongevaccineerden belanden in het ziekenhuis. En dat is een ontzettende kort door de bocht, rare aanname. Want, en je zag het ook gisteravond in het debat, De Jonge, toen er al gesproken werd over boosterprikken, zei hij, ja, boosterprikken, bedenk wel, als we dat gaan doen, dan gaat het af van de prikken die we nog bij de ongevaccineerden gaan zetten. En ongevaccineerden leveren veel meer bescherming voor de zorg op. Minder opnames. Mensen die ongevaccineerden die alsnog zich laten vaccineren, ja, dat levert dan minder ziekenhuisopnames op, omdat ze gevaccineerd zijn. Ja. Alleen, het verhaal klopte niet wat hij zei, want door die groep ongevaccineerden als één groep te zien, trekken ze verkeerde conclusies. Want als de ongevaccineerden met elkaar onder de 40 jaar zijn, dan levert die besmetting amper enige ziekenhuisopnames op. En waar ze vooral de mist mee ingaan is door maar te zeggen dat de gevaccineerden die besmet raken niet in het ziekenhuis komen en ongevaccineerden wel. Dus als je inderdaad zegt, geen enkele gevaccineerde die besmet raakt komt in het ziekenhuis en een groot deel van de ongevaccineerden wel, dan zou dat verhaal in principe kloppen. Maar de facto maakt het een gigantisch verschil uit. Of degenen die aanwezig zijn, gevaccineerd of ongevaccineerd, oud zijn of jong. De ouderen hebben inmiddels behoorlijk minder bescherming, ook minder tegenover ziekenhuisopname. Als de aanwezigen ongevaccineerden jong zijn en ze worden besmet door de gevaccineerden, maakt dat voor de ziekenhuisopnames weinig uit. Maar door maar niet met de juiste ziekenhuiscijfers te komen en voortdurend te roepen, het overgrote deel van de ziekenhuisopnames zijn ongevaccineerden, gaan ze ook dat 2G proberen door te voeren. Al die mensen die daar aanwezig zijn, 3G of 2G, denken, nou, dan ben ik hier veilig. Dus die schijnveiligheid veroorzaakt ook extra cijfers. Dus als je gewoon in veel landen kijkt waar 3G ook ingevoerd is, daar zijn de cijfers helemaal niet naar beneden gegaan. Van degene die 1,8 miljoen mensen die niet gevaccineerd zijn, hoeveel mensen hebben al immuniteit opgebouwd? Heb je er een cijfer van? Het zijn er meer dan die 1,8 miljoen. Dat waren, weet je, als je over 15% ongevaccineerd boven de 12 jaar hebt, dan gaat het om 2,5 miljoen. En van hen is de schatting dat 40% immuniteit heeft opgebouwd. Dus ik kwam zelfs op een schatting van 1,3 miljoen mensen die dan niet beschermd zouden zijn. Mm-hmm. En dan blijkt dat in absolute zin dat meer jongeren dan ouderen zijn. Dus het netto rendement om die laatste groep gevaccineerd te krijgen, wat veel moeite kost, is voor de ziekenhuisopnames relatief klein. Wat zijn nou de maatregelen om beter beschermd te worden tegen de mensen die een hoog risico lopen op ziekenhuisopname? Verlaag je BMI, hè? Veel meer bewegen, D3K2 innemen. En de mensen met de grootste risico's, ja, die moeten het voorzichtig zijn. Juist die groep had al veel eerder de boosterprik moeten krijgen. Als je dus zegt, mijn grote probleem is mijn ziekenhuisinfarct, ja, dan moet je dus, geleerd hebbende van Israël, geleerd hebbende al van Engeland, dan moet je zeggen, ik bied die boosterprik aan die kwetsbaren. Maar daarover hebben we nog een heel ander punt. Want eigenlijk zie je, bijvoorbeeld dat kan je in Zweden zien, maar dat kan je op andere manieren ook zien, dat de opbouw van natuurlijke immuniteit uiteindelijk het echte defensiemateriaal is en dat de ultieme aanpak zal zijn opbouw van natuurlijke immuniteit, medicijnen bij ziekte en zorgen dat je je zorgcapaciteit op orde hebt. Onze vrienden in Zweden, die zitten echt helemaal onderaan. Maar daar is eigenlijk, die hebben dan de minst strenge maatregelen gehad. En wij zitten hier met 3G, samen met België zitten wij echt verreweg bovenaan. Ik bedoel, de UK heeft het, die is eigenlijk gewoon gelijk gebleven, maar wij gaan hier dus enorm bovenuit. Ja. En Engeland heeft het sinds half juli opengegooid. Ja. En niet echt 3G. En er wordt altijd, weet je, er wordt altijd gelegenheidsconclusies getrokken. Als de cijfers omlaag gaan of laag blijven, dan komt het door het vaccinatieniveau. En dan komt het door, weet ik veel waar het allemaal komt. Of dan komt het door de geweldige maatregelen.
Als ze omhoog gaan nadat er maatregelen ingevoerd zijn, dan komt het omdat mensen zich niet aan de maatregelen houden. Van Dissel kwam met wat landen, diverse landen had hij als voorbeeld. Het enige land wat er niet tussen zat was Zweden. Nee. En waarom deed hij dat? Om te laten zien hoe groot de impact was van het vaccinatie. Als jij Spanje pakt en vergelijkt met België, daar is het verschil in vaccinatie niet zo groot. Hè? Spanje is 90 en België 86% of zo. Dus het argument dat dat dan door de vaccinatiegraad komt, is echt onzin. Maar Denemarken heeft ook een hoge vaccinatiegraad en die heeft ook eigenlijk altijd ontzettend sterke maatregelen genomen. En die knalt nu ook echt omhoog. Ik had iemand van Denemarken aan de lijn en ik vroeg haar, hoe vind jij het beleid van jou vergeleken met Zweden? En die zei, nee, Zweden mag je me niet mee vergelijken. Wij doen het veel beter dan Zweden. Maar moet je kijken, Denemarken en aan de andere kant van Zweden. Zij vond dat Zweden echt gewoon een heel erg gevaarlijk beleid voerde. En ze was eigenlijk trots op Denemarken dat die hele strenge maatregelen had genomen. Maar als je dan ziet het effect wat dat heeft, is op dit ogenblik is niks. Is echt gewoon, ze hebben een gigantische hoeveelheid besmettingen vergeleken met Zweden. Waarom doet Zweden het zoveel beter dan Denemarken? Heb je daar een idee van? Zweden, ja, kijk, er zijn wel allerlei specifieke landelijke omstandigheden. Maar Zweden, het is bijna zeker dat Zweden veel mensen heeft die al een natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd. Oké, ik wil even met die cijfers wat dingen vertellen. Er zitten een paar hele interessante dingen in. Nou, in de eerste plaats zijn dat de cijfers van de afgelopen week. Dit is een beetje eigenaardig, want dit lijkt maar een stijging met ongeveer 15% te zijn. En dit is amper gestegen. Terwijl als je naar de cijfers per dag keek, en zeker van de LCPS, leek het hoger te zijn. Dus het lijkt alsof deze cijfers ook nog een computerstoornis bevatten. Wat heel irritant is, hoe vaak de data van het RIVM niet kloppen. Nou, nog even, dit waren de cijfers. 39% gestegen. Eigenlijk kan je zeggen dat de laatste twee weken de stijgingstempo vrijwel hetzelfde is gebleven. Maar het is evident dat het de laatste tijd fors aan het stijgen is. En hier zie je de leeftijden. En hier zie je met name, dat is deze lijn, de 0 tot 9-jarigen. De lagere scholen. En daar hoor je ook heel veel verhalen over scholen, klassen die naar huis gestuurd worden. Oh. Maar deze groepen, die ouderen, deze groepen, tot en met hier met name, dat zijn de groepen, moet je kijken, wat die aan het stijgen zijn. En die leveren ziekenhuisopnames op. Dus het stijgt lager dan, dit is een stijgingspercentage van, laten we zeggen, 50%. En de ziekenhuisopnames hebben een stijgingspercentage, denk ik, 20, 25. Ja. Dit is de rioleringscijfers. Je ziet ook, hè, dat is ook verviervoudigd sinds half oktober. Dit is testen voor toegang. En hier zie je dat het testen voor toegang, waar inmiddels 600.000 mensen zijn getest, ruim 1% positief is. En dat was hier 0,1%. Nou, als je dit nou eens zou beschouwen als een steekproef van de Nederlanders, klopt niet helemaal, maar ja, dan is gewoon 1 op de 100 mensen op dit moment positief. Nou, dat is een percentage die we nog niet eerder, laat ik zeggen, de laatste jaren hebben gekend. Dat geeft tegelijkertijd dat de immuniteit ook versneld gaat ontstaan. Omdat we zulke hoge cijfers zijn. Dus ja, het is heel vervelend voor de ziekenhuisopnames. Maar ja, dat hebben we in een aantal andere landen gezien. Met hoge curves naar boven en hoge curves daarna naar beneden. Er komt dus een moment waarop dit omdraait en dan weer snel naar beneden gaat. Alleen, ons probleem zijn de ziekenhuisopnames, omdat we die niet aankunnen. Want dit zijn de opnames in de klinieken naar leeftijd, in de ziekenhuizen. En daar zie je, dit zijn de per dag nu ongeveer 70 mensen boven de 80. Ruim 50 tussen 70 en 79 en 30 tussen 60 en 69. Maar dit zijn de mensen die de grootste ziekenhuisopnames geven. Hier stijgt het wel, maar als het alleen dit was geweest, dan was er niks aan de hand geweest. Het zit hier. Het is deze groep die in overgrote deel gevaccineerd is. Het is complete kul om te veronderstellen dat van deze groep een fors deel ongevaccineerd is. Die 80-plussers, die staan nu hoger of gelijk met januari toen er niemand gevaccineerd was. En dat komt omdat zij hier zijn gevaccineerd, maar dat is inmiddels 8 maanden geleden of 9 maanden geleden.
Kijk naar die zwarte lijn. Ja, en eigenlijk is... die rode lijn zie je het wat later gebeuren, maar zie je ook stijgen. Dit waren de cijfers die ik vorige week analyseerde. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze trend inmiddels omgedraaid is of zo. De sleutelvraag is niet, kan je besmet worden? Maar de sleutelvraag, wat steeds geroepen wordt, kan je maar je komt er niet mee in het ziekenhuis. Ja. Nou, op 3 november was er een rapport. Die cijfers worden nog steeds geroepen. De jongen die bij de persconferentie zei, je hebt 17 maal zo'n bescherming om niet in het ziekenhuis te komen als je gevaccineerd bent. Dit waren de cijfers uit dat rapport. Nou is het interessante, dit is juli, augustus, september, oktober. En dit is de optelling. Als je kijkt, zie je twee dingen. Vaccinatiestatus onbekend. Ja. Ongeveer 5% van deze groep weten ze de vaccinatiestatus niet. Ja. Nou, wat blijkt als je dat oorspronkelijke rapport bekijkt, waar dit op gebaseerd is. Welke mensen zijn dat met name? Mensen die na vaccineren hebben opgegeven dat de informatie niet gedeeld mag worden met het RIVM. Dus dat zijn ook gevaccineerden eigenlijk? Vrijwel zeker zijn dit ook gevaccineerden. Zodat in deze tabellen deze kolom uitgebreid moet worden met deze. Dat is één. En dan zou hier niet 841 staan, maar 969. Maar dat hebben ze niet gedaan. Maar er is nog iets interessants. Als je hier ziet, 17%, 22%, 27%, 44%. Nou, dan zou november 65% zijn. En op basis van deze hebben ze dus de bescherming genomen van het vaccin. En hier staat het, hè, volledig gevaccineerd. Ja. Overal 94%. Maar dat is wel het gemiddelde over deze hele periode. Als je deze stijging ziet, dan weet je dat er verschuivingen zijn geweest. Plus dat je dit niet hebt meegerekend. Dus zijn we nog steeds met gemiddeldes bezig over een periode die anders is dan nu. En toen was het 3 maanden na de vaccinatie. Nu is het 8 maanden of 7 maanden voor deze groep. Nou, kijk even naar deze grafiek uit het rapport waar ik het net over heb. Dit was de ontwikkeling van de mensen boven de 70 die het ziekenhuis in kwamen, niet gevaccineerd, volledig gevaccineerd. Begin september was het ongeveer gelijk, hè? Hier zie je dat de verhouding 3 staat tot 1, 2, 3 staat tot 1 is. Maar het gekke is, je ziet hier iets naar beneden gaan. En je ziet 15 oktober, dit is dus 22 oktober. Het rapport pretendeert over tot 31 oktober te lopen. Alleen als je naar de cijfers kijkt, zijn er 600 ziekenhuisopnames niet meegeteld. Want daar wisten ze de vaccinatiestatus niet van. Ja, ja. En die zitten precies hier. Nou, als je deze cijfers doortrekt en deze doortrekt, dan loopt dit alleen nog maar meer uit elkaar. Dus we zitten met een gemiddelde over te rekenen over 3 maanden, ja. 4 maanden. Oktober is niet compleet. Eind oktober heb je juist de periode blijkbaar. De grote stijging, ja. Ja, en waar de dekking steeds minder wordt. En dan krijgen we dus de vaccinatiestatus. Dat zegt Van Dissel. Dit is de groep 70 plus. En als je deze cijfers kijkt, tot en met 25 weken verder, is allemaal 89% of 90 of 88. Nergens in de wereld kom je deze cijfers tegen. Nou, en dan kom ik uit dit rapport uit Israël. Dat was uitgevoerd op 4,5 miljoen mensen, dit onderzoek. En dit is de groep 60 plus. En dit is de bescherming tegen het aantal mensen wat ziekenhuis in is gekomen in een bepaalde periode boven die leeftijd. En dit waren de mensen die in januari waren gevaccineerd. En dit waren de mensen die in april, mei waren gevaccineerd. Nou, en wat je dus hier ziet, naarmate de tijd verder is, neemt die bescherming af. Nou, dan heb je dus dit wat je in Israël zag, heel groot onderzoek. En dit was een onderzoek uit Zweden. Hier zijn ook inschattingen gemaakt. Dus het kan ook best zijn dat het langzamer gaat dan dit. En dit weten we helemaal niet. Maar het erge is, door te doen alsof dit 17 keer of 9 keer zo klein is als een ongevaccineerde. In België is de kans 2,5 keer zo klein bij de groep 65 plus. Als ik onderzoek zou doen in Nederland en ik kom met cijfers die duidelijk anders zijn dan in andere landen, ja, dan moet ik dus vaststellen, dan is er iets met mijn data aan de hand. Even, als we het moeten samenvatten voor iedereen. Dit betekent eigenlijk dat het percentage gevaccineerden in het ziekenhuis, dat veel hoger is dan eigenlijk gewoon wordt gezegd.
Kijk, waar ze heel vakkundig in zijn, is om cijfers over een grotere periode te presenteren, zodat het gunstige deel van de periode meegenomen wordt. Ja. Dus als ze alleen de laatste 2 weken zouden nemen, dan is het beduidend hoger. Een aantal wetenschappers, professoren, hebben een brief gestuurd, open brief aan het RIVM, dat juist deze cijfers open moeten komen om te analyseren voor iedereen. En wat je merkt is dat ze daar heel weinig van geven om maar te kunnen blijven roepen, ja, hoe geweldig het vaccineren werkt, beschermt tegen ziekenhuisopnames. En het werkt wel, alleen veel minder sterk dan ze zeggen. En het probleem is vervolgens dat hun hele 3G en 2G-regeling, die onder die aanname van een hoge werking van de bescherming van het vaccin tegen ziekenhuisopname, ja, die faalt dan. Mag ik even een vraag ertussendoor doen? Even een hele basisvraag. Hoe kan het dat de cijfers nu slechter zijn met 85% vaccinatie ten opzichte van vorig jaar? Is dat vooral eigenlijk dat we het nu hebben over de Delta-variant, dat die veel en veel besmettelijker is? Enerzijds, de Delta-variant is beduidend besmettelijker. En tweede plaats, een fors deel van de gevaccineerden zijn al niet meer beschermd. De bescherming tegen besmetting is bij jongeren die gevaccineerd zijn hoger dan bij ouderen, omdat die recenter zijn gevaccineerd. Nieuw onderzoek heeft laten zien uit Israël dat het niet met de leeftijd te maken heeft, maar vooral met tijd. Hoe langer geleden, hoe minder de bescherming is. En we hebben ook nog het nadeel dat we vooral gevaccineerd hebben aan het eind van de winterperiode, zodat de vaccinatie ons beschermde tijdens de zomer. In de zomer, ja. Maar nu de herfst en winter aanbreekt bij ons, neemt die bescherming sterk af. En daarnaast doen ze dingen als 3G, waarbij je een soort schijnveiligheid creëert. Ja, ja. Onder het mom van dat ze een veiligheid creëren. Maar tegelijkertijd is het goede nieuws. Kijk, de zorginstelling is verschrikkelijk. Maar het goede nieuws is, we gaan wel in een behoorlijk tempo bouwen we de natuurlijke immuniteit op. Geneesmiddelen voor als je ziek bent zijn heel belangrijk. En er komen steeds meer geneesmiddelen. En dat zal uiteindelijk de wereld worden. De wereld zal worden dat we vooral of we zijn immuun, of we worden ziek en hebben geneesmiddelen ervoor. Dat is de wereld. En niet de wereld waarin we elke 6 maanden een boosterprik en een boosterprik en een boosterprik krijgen, om het maar niet te krijgen. Doe eens alleen Israël en Palestina. Hele andere bevolkingsopbouw, maar moet je die 2 naast elkaar zetten. Dus bijna het precies hetzelfde, alleen de top was minder hoog. En het is precies hetzelfde. Er wordt ook meer getest in Israël. Israël. Maar wat je met name ziet, is dat de curves redelijk in lijn met elkaar liggen. Ja, iets in de tijd verschoven. Maar dat Israël, die nu naar beneden is, dankzij, wordt er gezegd, de boostershot, dat is in Palestina ook. En daar zijn geen boostershots. Nee. Maar je zou zeggen, het weer is de grootste verklaring. Want dan België en Nederland zijn hetzelfde. Maar Duitsland bijvoorbeeld gaat veel minder omhoog dan wij. Dat is niet waar. Duitsland gaat momenteel ontzettend omhoog. Ja, de trend is hetzelfde eigenlijk. Men kiest als argumenten eruit, als men wil, van om te laten zien hoe goed het gaat, nemen we Portugal. Kijk, is met 98% gevaccineerd. Ja. Zweden hebben we het niet over, want dat is lager gevaccineerd, maar heeft hele lage cijfers. Ja. En zo wordt er gewoon geshopt. Over 2G. Heb je enig idee hoe de Nederlandse bevolking erover denkt? Jawel, dat weet ik wel. Wat ik bedoel. Maar het was tegen mij gezegd, ja, ik hoor van die peilingen. En mensen zijn zo positief, maar waarom doe jij geen peiling? Nou, kan je zeggen, die peilingen die worden uitgevoerd, dat zijn ongeveer de cijfers waar ik ook al uit zou komen. Een groot deel van de mensen die gevaccineerd zijn, vinden het alleen maar lastig dat er nog al die maatregelen zijn. En zeggen, het ligt aan de ongevaccineerden. Dus we moeten 2G doen. Ja, ja. Omdat ze zo geïndoctrineerd zijn hoe die situatie is. En het is, laat ik zeggen, 55-60% vindt dat. En de rest is of niet gevaccineerd of zit op wat principiëlere punten. Maar het is de meerderheid die elke avond hoort dat het toch aan de ongevaccineerden ligt. Alleen, de cijfers die komen zullen steeds meer laten zien dat het niet alleen aan die ongevaccineerden ligt, maar dat het veel complexer ligt. En wellicht gebeurt er toch iets waardoor je die omschakeling krijgt. Ik ben heel benieuwd. Tegenwind.tv, fantastisch. Dus laatste aflevering waar iedereen met elkaar zit te praten, kan ik iedereen aanbevelen. En ik vond het een geweldige aflevering. We zien elkaar weer volgende week woensdag om 4:00. Tot dan.